Op basisschool Het Otterke in Beekendonk heeft burgemeester Frank van der Meijden woensdagmorgen een kinderlintje uitgereikt aan Liz de Groots. Liz heeft op vakantie in Zeeland voorkomen dat een jongen stikte in een snoepje. Het snoepje bleef bij de jongen in zijn keel steken. Toen een poging om de jongen te helpen mislukte, heeft Liz perfect gehandeld. Ze bleef kalm en is hulp gaan halen. Was het al stil hier? Ik denk, wat is er aan de hand? Ze waren al zo rustig. Hey, we zitten hier allemaal samen en ja, Sinterklaas komt nog niet. Nee. Dat doe ik niet even. Waarom zitten jullie hier allemaal samen? Dat zijn hele goede vragen. Ja. Ik zie een paar vingers. Wie zou er een idee hebben? Van, wat denk je? Gaan we samen zingen? Ja. Zal ik het doen? Lisa, wat denk jij? Ook al, ja, allemaal toppers die op dit. Hey, de jeugdgemeenteraad is hier nu bij elkaar, net met de jeugdburgemeester. Jij ook, Leslie. Ja, pas niet meer. Pas niet meer. De jeugdgemeenteraad die worden elk jaar gekozen door jullie, groep 7 en 8. En die doen hele goede dingen. Die vergaderen met elkaar en met mij. En die maken plannen voor de gemeente. Bijvoorbeeld over sport, over speeltuinen waar ze moeten komen. Of die kijken heel goed naar verkeer. En wat ze ook doen, en dat is ook heel belangrijk, is één keer per jaar, dan denken ze na wie er in de gemeente, in de gemeenschap van Laanbeek, een kinderlintje mag ontvangen. En dat is altijd wel heel bijzonder. Want als je daarvoor in aanmerking komt, dat heet dan met een heel moeilijke naam, dan kun je genomineerd worden. En ik stel voor dat ze dat zelf maar even komen vertellen. Het is ze zijn. Liz de Groot, kom maar naar voren. Zo'n kinderlintje is zo bijzonder. En nogmaals, de nominatie, iemand heeft jou opgegeven voor zo'n lintje. En dat is nog wel een heel apart verhaal. En kun jij zelf vertellen wat er in de vakantie is gebeurd, toen jij op vakantie was en wat je toen hebt meegemaakt? Er was een jongetje van 3 en die stikte in een snoepje en toen had ik een bijen gehouden en op zijn rug geklopt en dan ben. Ja, dus er was een jongetje en dat was in speeltuin geloof ik. Waar was naast onze tent. Oh, naast jullie waren op vakantie, tijdens de vakantie. Een jongetje, en die verslikte zich, die dreigde te stikken. Ja? En die heb jij op zijn rug gehouden. En vastgehouden aan mijn rug. Ja, jij hebt hem vastgehouden en terwijl hij bijna stikte, heb je hulp geroepen. En nou, die hulp, het is goed afgelopen. Hè? Het is een positief verhaal, hè? Want die jongen leeft nog wel. Ja. En door. Jeugdburgemeester, wil jij even de oorkonde voorlezen en overhandigen? Heel bijzonder moment. Hier komt de jeugdburgemeester. De jeugdgemeenteraad van Laanbeek heeft besloten het Laanbeekse kinderlintje toe te kennen aan Liz de Groot. Omdat Liz het leven heeft gered van het leven van een jongen heeft gered. Namens de jeugdgemeenteraad, de jeugdburgemeester en de burgemeester. Een geweldig applaus. Het leven van iemand, dat verdient aandacht, een lintje, erkenning en het voorbeeld van velen. Maar er hoort nog meer bij, want er hoort niet alleen een mooi certificaat bij, er hoort ook een onderscheiding bij. En dan mag je uitreiken. Niet alle nominaties worden uiteindelijk ook een lintje. Dat moet ik er ook nog bij zeggen.